Twitter. The Daily News. Myself and Paul are here. We'll answer any questions that you might throw at us as we look around the stadium. Shortly we go through the big doors and upstairs to the director's lounge. Some of you may have noticed flowers as you walk through the doors. Now those flowers are red and white, and the reason they're red and white is because the tradition that we have at Arsenal Football Club is the flowers in the director's lounge on a match day will always correspond with our visitors' opponent's shirts. So a striped red and white shirt, although obviously they won't be wearing that tomorrow, would correspond with the red and white flowers we have in the lounge. Come out here, take your seats and watch your team get beaten. Other differences between home and away dressing rooms. In the middle of the away team dressing room is a tabletop, but it's not the same as this one. It's about 2 foot taller, and the idea is that the player sitting there can't see or communicate with his teammate opposite, so no communication. Perhaps that's an advantage for us, they can't see one another and no talking going on. This is a very expensive floor. It's a non-slip floor, a special rubberized floor, so expensive that we couldn't afford to put it in the away team dressing room. The away team dressing room floor is black, shiny and slippery. Wat vertellen over de hoogtepunten van de wedstrijd? Nou, ik vond vooral Sip Minder zijn goed spelen. Ja. En hoe, zeg maar, hoe ben je aan dat talent gekomen? Ja, ja, je moet geluk hebben in het leven, hè. Dat is in één keer zo. Hoewel, kwaliteit is ook wel belangrijk. En zijn er nog van plannen om een nieuwe spelers te kopen? Nou, we dachten aan Dennis Schenk. Ah, ja, goede keus. Ja, lijkt heel goed. Heel goede keus. Ja. Oliver Oosterbos lijkt me ook wel wat. Ja, ja, die zegt zeg maar, ja, op zich is hij heel wat ouder aan het worden. Die is een beetje zeg maar, aan het eind van zijn termijn. Ja, dat hou je. Last van zijn knieën. Ja. Dus, en dan hebben we er nog eentje, maar ja. Ja, wat denk je van Bram Minnis? Bram Minnis, maar ja, die zit op dit moment wat in de Lappenmand. Ja, ah, maar als hij er maar uitkomt, dan is het als een speer. Gaat ja, dat is waar, als een Ferrari, hè? Ja, zo is dat. Oké, okay, tot de volgende keer, hè. Doei. Hoi.
makkelijk. Ja, hij doet het ook. Dingen, weet je, die voetballen? Geen idee. Weet je daar niet? Zeg, vertel eens, hoe vaak zijn we nou bij de London Eye geweest? Ik denk 3 keer. 3 keer? Al met al hebben we besloten om er maar niet in te gaan. Niet voor de poen of niet voor wat dan ook, maar voetbal heeft prioriteit. Dat zo is het. Kampioenen! Goes to the team.